USB-stick erbij wil hebben of de CD-ROM. Ja? Koud. Jouw kindje ligt een beetje vervelend. Ligt een beetje naar beneden te kijken. Ik zie dat het dadelijk nog een beetje omhoog kijkt. En dan zie je dat het kindje het voetje bij het hoofdje heeft. Dus jouw kindje is erg lenig. Kijk, dit is een voetje. Die meten we gelijk even op. Jouw kindje heeft een voetzoontje nu af in een keer van heel tot teen van 5,9 centimeter. Groot voetje. Dan gaan we kijken naar de afmeting van het bovenbeentje. Dan is dit het bovenbeentje van de baby. En voet bovenbeen is normaal gesproken altijd dezelfde afmeting. Dan gaan we kijken, jouw kindje heeft een voetzoontje af in een keer ook van 5,9. Dus dat klopt precies. Voet bovenbeen. Dezelfde afmeting. Even een beetje duwen bij je. Kijk, jouw kindje heeft aan deze kant een gezichtje. Zoals een heel mooi het oogje. En dan als we gaan kijken, is het eerste wat belangrijk is, is het hartje. Kindje heeft een mooie regelmatige hartslag van 147 slagen per minuut. Dus dat is een goede hartslag. Als we goed kijken, kun je hier allemaal haartjes zien. Kindje heeft heel veel haartjes. Yes. Dit is het oortje van de baby, hè? Dat kun je ook heel mooi zien. Hier zie je ook allemaal haartjes. Hè? Dus kindje heeft een heleboel haartjes. Ja. Dus, hè, daar hoef je geen zorgen over te maken, dat heeft de baby. Als we gaan kijken, is de afmeting van het hoofdje van de baby van bovenaf. Dit is de fontanel en op die hoogte bepalen we een hoofddoorsnede. En wat we heel graag willen weten is het afmeting van het hoofdomtrek. Jouw kindje heeft een mooie hoofddoorsnede en een mooie hoofdomtrek. Heel goed. Zie je mooi het neusje. Die belletjes die hier zitten zijn allemaal navelstrengen. Wat je nu hier heel mooi ziet is het neusje, bovenlipje en de kin. He, dus echt het profiel van het gezichtje. Mooi. Mooi koppie. Heel mooi koppie heeft hij. Gaan we even kijken of we die nagelstang een beetje weg kunnen. Neusgaatje voor je, dus het mondje, dus het oortje. Zie, dikke lipjes heeft hij, hè? Zie, mooie lipjes mooi te zien, hè? Mooi. Oké. Steeds die navelstreng een beetje in de buurt van het gezichtje. En hier het voetje, die tenen tegen het voorhoofd aan. Kijken naar de belangrijkste afmeting, dat is de afmeting van het buikje. In het buikje kunnen we heel mooi zien dat jouw kindje een gevuld maagje heeft. Maar jouw kindje heeft ook een heel mooi gevuld blaasje. Dus dat betekent in ieder geval dat de niertjes ook goed werken. Dan is dit een dwarsomtrek van het buikje zelf. Jouw kindje heeft een buikomtrekje nu, afmetingje van precies 25,9 centimeter. Een keurige afmeting, heel goed. Wat je net al verteld, de benen van de baby liggen nu aan de rechterkant. En hier dan onder het
nog steeds een beetje navelstreng om het gezichtje heen. Als we deze een beetje uitvergroten. Zijprofieltje. Zit het neusje, het mondje van de baby mooi te zien. Beetje een wipneusje als je naar kijkt. Eén oogje open, dat is het andere oogje. Er zijn twee neusgaatjes. Mooi die lichtjes te zien. Zijprofiel. Lacht een beetje, zie je dat? Heel mooi plaatje. En als je nou heel goed kijkt, kun je zelfs hier heel mooi dat tongetje zien. Hè? Dat tongetje een beetje buiten boord. Dikke wangen ook. Hè? Hele dikke wangen. Ja, zeker. Kijk, hier zie je een dikke wang. En oogjes, oogje. Ik zet het helemaal tegen die plaskinten aan. Mooi plaatje ook. Mag je een beetje naar mij te komen draaien? Kijk wat het kindje doet. Nee, draai maar de andere kant op. Wat hij dan doet, heel klein stukje, zoals goed. Ja, dat is beter. Dat is een mooi profieltje. Ga maar terug op je rug. Vindt de baby geen lekkere houding op te zijn. Dan mag je je benen naast elkaar leggen. Naast elkaar. Als we eerst even kijken naar de metingen die we gedaan hebben. Je had gezegd 28 september. Op basis van mijn metingen kom ik ook uit op 28 september. Dus qua groei doe je het helemaal volgens de boekjes. Jouw kindje weegt nu 1 kilo 614 gram. Dus goed gewicht. Is een gemiddelde van deze 4 metingen. En gaan we deze 4 metingen intekenen in de curvelijn. Dan zien we dat alle maatjes keurig op de gemiddelde curvelijn liggen, behalve het hoofdje. Wat ook weer een beetje past bij het jongetje. Jongetje in het algemeen een wat groter hoofdje. Ja? Gaan we even kijken hier. Hij laat het inderdaad heel graag aan ons zien hè, dat het een jongetje is. Zonder enige twijfel. Een balletje en een dopje. Nee,
kijk je hier precies tegen de billetjes aan van de baby. Dan zie je hier de bilnaad. En dan zie je hier zo'n balletje. En hier zo'n dopje. En dit zijn dan de twee benen. Dus ook hierbij laat je dus heel mooi zien. Dat het duidelijk te zien is dat het een jongetje is. Zie je die dikke lippen weer? Wangetjes hè, van de baby. Doen we die even weg. Even kijken. Eerst een tongetje weer een beetje mooi naar buiten. Ja, is hij rustig? Een mooie kippertje kwijt, een beetje uitvergroten. Dan zie je een stukje van zijn neusje, zijn mondje. Een klein beetje inhalen. Zie je dat? Dan gaan we hem even een beetje plagen. Kijken of die. Deze. Je kijkt het een keertje mooi naar beneden. Dan kan je het uitvergroten. Zie je hier mooi de wimpertjes van de baby. Als die een beetje omhoog zet, zie je het mooi in het neusgaatje. Ook mooi om die lipjes te zien. En als we hier een klein beetje indraaien. Hier ligt het precies achter die placenta. Aan deze kant ligt het kindje. Mondje ging open.
dan zeg je ook helemaal zin. Mondje ook een klein beetje weer open. Maar loopt een beetje navelstreng langs. Kijk maar, al die belletjes die je tussendoor ziet. Dat is allemaal navelstreng. Nou, die kan jij niet weghalen, die kan ik niet weghalen. Dat zit er gewoon. Dat is deze en zo. Even staan naast het bed en een beetje wiebelen en een beetje springen. Even een beetje springen. Nee, niet af. Ja, nee, een beetje springen, een beetje wiebelen met je buik. Een beetje wiebelen met je buik. Ja, natuurlijk. Een beetje springen, zo, een beetje zo. Ja. En een beetje wiebelen nog een keertje. Oké, dan mag je lekker komen liggen. Nou, 1614 gram is een goed gewicht voor deze termijn. Deze een beetje omhoog. Dat is gewoon een beetje eigenwijs, hè. Mag je aan de linkerbovenkant, iets verder naar boven. Een beetje duwen tegen je buik en loslaten. Duwen en loslaten. Net zo lang als deze voeten intrekt. Twee voeten. En doorgaan, hè. Een voetje mooi. Het ene voetje. Heel comfortabel. Handen bij zijn gezichtje. Gewoon doorgaan, hè, met ze. Heel klein beetje neusje. Het armpje er een beetje voor. Gewoon doorgaan. Wat hij doet, misschien dat hij in ene dadelijk de handen weghaalt. Ja, ga maar door. Nog een beetje. Lekker duwen tegen die buik aan. We zien nu alleen een stukje van het neusje. En een armpje ervoor. Wel een eigen meisje, hè? Mooi. Zie je, met die ene zit
twee oogjes te zien. Dus even kijken, hier een oogje, mooi zijn neusje. Volgens mij heeft hij ook het... Zijn haartjes en hier allemaal zit hier bovenop. Je weet in ieder geval voor nu dat je voldoende vruchtwater hebt. Je weet voor nu dat het kindje in ieder geval in de goede houding ligt. Je weet dat het kindje een goede groei heeft, hè, voor deze termijn. Kijk eens hier weer heel mooi die navelstreng. Mooi, ja, zie je dat? Dat is een handje. Ja. Een vuistje erbij. Zie dat? Dan laat hij ook heel mooi die dikke wangen zien. Ja, zie je hier zo, even kijken hoor, zijn armpje, zie je mooi zijn lipjes, zijn neusje. Zie je? Even een beetje inhalen. Ook een beetje lint gedaan, hè? Zie je ook weer, hè? Maar die lippen te zien van de baby en die dikke wangetjes. En wat je ook heel mooi kunt zien zijn die haartjes bovenop, hè? Voel je het kindje nu ook bewegen? Of zeg je van nou... Ja? Je mag het even doen. Ja, je
voordat je overrent komt of niet te veel spanning op je rug staat. Een beetje papier erbij. We'll be right back.